Mo, ga jij ons geheim vertellen? Ja, dat wil ik. Dat wil ik. Dat wil ik. Oké. Okay. Okay. Ik heb het namelijk ook nog niet verteld. Later. Welkom bij de nieuwe episode van het nieuwe project van Noor en Monica. Kom mee, dan neem ik je mee naar de kast vol wonderen. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag en ik voel me vandaag weer een stukje beter. Dus hopelijk blijft dat zo. Ik heb net gedoucht en het is ochtend. En ik ga mijn haar feunen en stylen. Daar hadden jullie wat vragen over, dus dat zal ik zo even laten zien. En dan ga ik naar het Pulitzer Hotel toe. Daar ga ik met Monica de shoot doen voor onze producten. Die heel snel uitkomen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ja. Kijk gezellig mee. Oké, ik heb dus nu mijn haar gedroogd. Niet helemaal gefeund nog, maar enigszins droog gemaakt. En zoals jullie weten heb ik extensions. Ik heb extensions van Beauty by Rose. En ik ben er tot nu toe heel erg tevreden over. Ik heb ze denk ik nu inmiddels al wel weer 2 maanden. Maar goed, ik moet zeggen, je kan ze niet echt zo laten. Want zo is het dus als je ze zeg maar gewoon feunt. Dus daarom stel ik altijd alles eerst. En ik kreeg laatst ook heel veel opmerkingen van mensen die zeiden dat ze stijl haar ook wel leuk vonden staan. En ik heb een nieuwe stijltang. Die zal ik even laten zien. Die is van GHD. Deze is het. Het is de GHD Platinum. Kijk of jullie het kunnen zien. Ja. En ik ben er super blij mee. Ik heb eigenlijk heel lang ook gezocht naar een stijltang waar ik tevreden over was. Want ik heb heel erg vaak het idee dat een stijltang super slecht is voor je haar. Tenminste, dat waren steltangen die ik voorheen had wel. Dus ik dacht, nee, ik wil nu gewoon echt een keer een goeie. Dus ik ben voor deze gegaan. En deze beschadigt je haar niet heel erg. En is heel fijn. Dus ik ga even laten zien hoe ik mijn haar stel. Ja, dit is echt heel kinderachtig. Maar wat ik het leukste vind, Bibi ook, van deze steltang. Is dat je zet hem aan. Kijk. En dan maakt hij zo geluid. En als hij dan opgewarmd is, dan leg ik hem dus meestal even neer en dan ga ik het anders doen. En dan als hij opgewarmd is, dan hoor je het ook. Ik wil eigenlijk nu gewoon puur de camera aan laten staan om dit te laten horen. Hij is echt super snel opgewarmd. Want ik denk dat we het misschien zo wel horen. Dat was hem. Dus dan is hij klaar. Oké, let's do it. Ik doe trouwens soms ook wel eens zelf mijn haar. Ik hou zo van deze steltang. Zo lekker zacht. Kijk het verschil ook tussen deze stro en dan hoe dit wordt. Ik doe zelf het ook wel eens krullen met de steltang. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik doe überhaupt, want ik ga denk zo mijn haar ook krullen. Doe ik altijd eerst eventjes mijn haar stijl maken. Dat moet gewoon met die extensions. En dan kan ik het daarna krullen. Maar het moet eerst gewoon even mooi plat en glad worden. En dat kan echt heel goed met deze steltang. En dan daarna dan ga ik denk ook met de steltang. Ik weet eigenlijk niet of jullie het leuk vinden om te zien. Een krul erin maken. Kijk het verschil eventjes. Tussen deze kanten. Dit is ook best wel oké om zo los te dragen als ik het zo stijl doe. Tenminste, om het gewoon zo stijl te dragen eigenlijk. Maar dit kan gewoon echt niet. Dus ja. Ik kan deze echt aanraden. Want heel veel meiden hadden daar hun vragen over. Want ik had vorige keer een versneld filmpje even laten zien hoe ik mijn haar aan het stylen was. En ik kreeg er best wat vragen over. Maar dan weten jullie dat dus nu. De laatste stijl haar echt mooi. Ik denk dat het komt omdat het iets langer is door die extensions nu dan dat het was. Ik vond stijl haar een tijdje echt niet leuk, maar de laatste tijd weer wel. Misschien houdt het wel zo. Of ik ga het stijlen. I don't know. Ik ga in ieder geval heel even naar beneden toe. Want ik hoor Olly en ik zie jullie zo. Oké, ik heb me opgemaakt en ik heb trouwens een nieuwe trui aan van de H&M. Die zal ik even laten zien. Die heeft zeg maar van die wijde mouwen en ik vond hem wel leuk. Alleen hij kriebelt wel een klein beetje, moet ik zeggen. Maar goed, ik ga naar het Pulitzer toe. Daar gaan we foto's maken. Oké, ik ben aangekomen in Pulitzer. En de meiden hebben het hier echt super mooi opgebouwd. Kijk, we hebben echt heel veel props.
Monica is bijvoorbeeld een hele goede prop van vandaag. En, Mo, ga jij ons geheim vertellen? Ja, dat wil ik. Oké. Ik heb het namelijk ook nog niet verteld. Later. Kom bij de nieuwe episode van het nieuwe project van Noor en Monica. Kom mee, dan neem ik je mee naar de kast vol wonderen. Nee, het is echt super leuk. Noor en ik hebben samen een pianolijn ontworpen. Ja! En die is te koop. En dit zijn de pianos, dit is echt fantastisch. Dit is echt mijn favoriete item. Ja, mijne dus ook. Dit is een roze huisbak. We gaan het zo allemaal aantrekken. Dit is dus de broek. En dan hebben we hier zeg maar de bovenkantjes. Echt super leuk. Ja, en het is echt super mooi materiaal. Het is van een soort van rib. Echt fantastisch. Dan hebben we deze. Laat maar even de bovenkantjes gewoon zien. We hebben deze pyjama set. Met sterretjes. Echt super leuk. Ik zal even inzoomen op de sterren. Echt heel leuk. Kijk, ik vind dat Monica en Noor ook echt leuk. Ja, heel leuk. Deze zijn echt het allerleukste. En zacht. Zo jammer dat je het niet kan voelen. Oeh. Dit is zo lekker. Ik wil het gewoon op mijn ogen hebben. Onze ooglapjes. Heerlijk. En dan hebben we... Deze vind ik ook echt heel leuk. Ja. Deze twee oversized pyjama shirts. Nou, dit printje zijn we best wel lang mee bezig geweest. Die is echt super cute. Ja. Die is echt met allemaal planeetjes. En deze is zeg maar wel gewoon een beetje casual, maar dat vind ik ook echt altijd. Ja, dit is wel stiekem ook een favoriet. Ja. Die is heel leuk. En dan die. En hier staan zeg maar zo de maten erin. Dus zo is logo. En dit en dat. Maar we gaan er straks meer over vertellen. Yes. Yay. Dana. Wat zijn dat? Oké, gooi die kaartjes allemaal in de lucht. Ja, allemaal. Je moet dat allemaal maar opruimen. Nee, daar heb ik geen zin in, Sam. We kunnen een beetje met die veren hier doen. Twee. 1, 2, 3. Oké, het is 6 uur en we zijn klaar met shooten. Ik ben echt zo benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden allemaal. Alle linkjes voor het shoppen staan allemaal hieronder. En de pakketten zien er ook super leuk uit. Dus, let's shop. Sander en ik gaan nu naar huis. Naar Olivia en avondeten. Good morning. Ik weet niet wat ik gisteravond nog gevlogd had. Maar ik had mijn camera beneden laten liggen. En het is nu 9 uur. Kijk je zo gerein. Het is 9 uur en Olivia moet eigenlijk naar school om 9:30 uiterlijk. We zijn al in haar kamertje geweest, maar ze wordt maar niet wakker. Ze ligt in een diepe slaap. Dus dat is saai voor ons. En ik heb lekker geslapen voor het eerst in onze pyjama collectie. En het is zo zacht. Het zat zo moeilijk om te... Jij weet het. Jij bent het bewijs dat het heel zacht is. Nou, het is wel grappig, want Noor die slaapt altijd in fotjes. Ja, dat is gewoon echt waar. Sterker nog. Dat weten ze. Ja, maar dat is ook echt slaap. Zo. Ik bedoel, ja, het is gewoon... Nou goed, ik kan er niet over praten. Zo'n puberale... Puberale outfit. Niet afstand durven nemen. Maar dit is echt, ik ben blij. Weet je wat het is? Dit is helemaal niet ontwikkeld voor jezelf, maar gewoon, of voor anderen, maar gewoon voor jezelf. Jij dacht gewoon, ik heb zelf een leuke pyjama nodig. Ik heb zelf een pyjama nodig, ja. Echt leuk. Dus ja, ik hoop dat ze er nog zijn. Dat het niet te snel gaat met de pyjama's. Maar goed, ik heb hier dus lekker ingeslapen. En nu, wat gaan we nu doen? Ja, wachten tot Olivia wakker wordt en dan haar naar school brengen. Ik ben aangekomen bij de corner. We hebben net het project van Tommy Hilfiger geshoot in het dansschool. En Sarah is in Amsterdam. Heeft mijn beste vlog nu. Haar Instagram is gewoon @Tamara. Yes. Dat is gezellig. Is below. En Sander is er ook. En Dushan. Jee. Ja, we gaan lekker eten. Tamara heeft trouwens deze vlogcamera. Die ziet er echt, ze heeft net nog alles laten zien. Die ziet er echt super goed uit. Misschien dat ik die ook wel wil proberen. Van mijn feestje. Dus ja. Yeah, it's a bit awkward, yeah. Okay, maybe not. Or maybe we put it like this. Let's try one more. Okay. Wait, I need to do an Insta story of this. This is so pretty.
Let's try. Wait, the wind. Wait, you need to make a little bit. Go to the right, yeah? Wait. Table, maybe two? Imagine they like to buy. Het is zo lekker om een keer niet die foto te maken. Ik ben hier gewoon aan het genieten. Hey guys, ik bedenk dat ik voor het laatst gevlogd heb in de corner. En ik heb de hele dag geshoot. Sorry. En ik ben nu buiten. Ik ging hier even een foto maken. Kijk. Zo mooi is de stad nu 's avonds. Echt niet normaal. En nu ga ik de fiets op. Ga ik snel naar huis fietsen. En Sander heeft Olly gehaald. En dan gaan we eten. En Tamara komt gezellig weer eten. Ik ben alleen niet scherp. Dus let's go. Good morning. Ik ga jou naar school brengen. Mij? Nee. Oh. Olivia gaat naar school. Kom, jas aan. Jas aan. Zijn aan. Jas aan. Zo, de banken buiten. Gaan we naar buiten? Ja. Oké. Kom. En ik bedacht me dat ik de laatste dagen helemaal vergeten ben de vlog af te sluiten. Dus misschien is het een hele lange vlog. Ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog leuk vinden. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Merry little Christmas.